Ik ben Sylvia Juniawati. En ik ben Mariam Tegikian. En we studeren tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Wij zijn ontzettend verrast en erg vereerd dat wij dit jaar genomineerd zijn vanuit ACTA om mee te doen aan de Best Scriptie Award 2019. Onze scriptie is een literatuuronderzoek dat zich focust op het effect van propolis op gingivitis en parodontitis. Propolis is een middel dat bijen produceren om hun nest te beschermen en heeft ontstekingsremmende, bacteriedodende en schimmeldodende eigenschappen. Uit ons literatuuronderzoek is gebleken dat het gebruik van propolis als toevoeging op professioneel gebitsreiniging bij parodontitis patiënten dat het positief effect heeft op pokkendiepte en klinische aanhechtingsniveau. Echter is de kracht van aanbeveling om propolis bij parodontitis patiënten aan te bevelen nog niet hoog. Er zijn wereldwijd verschillende mondhygiëne producten met propolis waarvan zij beweren dat het effect heeft op gingivitis en parodontitis. Echter is de werking hiervan nog niet voldoende onderbouwd en kan ons onderzoek als basis dienen voor verdere onderzoek om te kijken of effect het heeft op parodontitis. De huidige tandheelkunde bevindt zich in een transitie waarin de huidige patiënt steeds meer om een natuurlijke benadering vraagt. Deze natuurlijke benadering zou op meerdere manieren uitgevoerd kunnen worden en ons onderzoek zou als basis kunnen dienen voor verder onderzoek in de toekomst waarbij de natuurlijke geneeswijzen centraal staan.